Welkom! Jij daar. En nou niet wegzeppen, want dit is een hele speciale vlog. Vlog 59, ja. Je zit alweer op vlog 59, ja. Dus ik zou zeggen, gewoon blijven kijken, want dit is een hele speciale vlog. En deze vlog draag ik over naar mijn moeder. Zij heet Corine Luisterburg de Jong. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ik ben Karin en ik ben even hier een dagje in Den Helder, want ik ga zo meteen naar mijn moeder toe. Zij heeft dit jaar jongsleden haar man verloren en daarom geef ik haar ook het letter hoop. Ze is haar man verloren? Ja. Dus ze is niet jouw vader? Nee, dat is mijn stiefvader waar ik heel goed mee overweg kom. Dus, en ze heeft nog daar heel zwaar mee. En ze haalt heel veel kracht uit de kerk, waar ze nu ook elke zondag naartoe gaat. Dus ik ben ook eigenlijk heel erg trots op haar. Het is heel ingrijpende verandering in haar leven. Dat is één ding wat zeker is. Het is ook heel erg ingrijpend voor haar. Ja, waar woont je moeder? Die woont hier ook in Den Helder hier in Omdoek. Ja. Okay. Jouw stiefvader, heb je nog een vader of niet? Ik heb een vader, ja. Ja, ik zou zeggen, ga je gang. Pak een letter. Schrijven. Ja. Ja, zeer zeker. Ja, dan mag je de letter pakken en mag je dus recht op de camera vertellen wat je erop hebt gezet. Als het ware als je het voorleest. Mag je de letter een beetje hoger? Ja. Ik geef u deze letter omdat u dit verdient. Hoop dat u hier veel uithaalt. Kusjes uw dochter Karin. Nou, dat was een hele zware belading video. Ja, ik was dus namelijk 9 oktober jongsleden in Den Helder op bezoek bij mijn moeder. Maar ja, toen kwam ik dus deze programma tegen en daar werd mij dus beloofd dat ik dus ook op tv zou komen. Maar helaas, 14 november, helemaal niks op tv. Nee, dus ik heb er ruwe materiaal op gevraagd en zodoende dat het dus nu ook op YouTube staat. Ja. Vind je deze video nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. En vergeet sowieso niet het belletje aan te klikken als je op de hoogte wil blijven. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.